Ja, wij doen hier al ruim 20 jaar onderzoek naar de zeeschildpadden die in Lac leven. Lac is een heel belangrijk gebied voor groene zeeschildpadden. Er groeit hier veel zeegras en groene zeeschildpadden die eten dat zeegras. En daardoor groeien ze mooi. Dus wij weten door ons onderzoek bijvoorbeeld dat schildpadden hier in Lac sneller groeien. Ongeveer 2 keer zo snel als schildpadden aan de westkust. Je hebt het net gezegd, ze wonen hier in Lac Bay, dus ze gaan niet weg. Hoe moet ik dat zien? Ja, ze gaan zeker wel weg. Dus ze komen hier en ze gaan uiteindelijk ook weer weg. Dus Bonaire heeft een habitat voor jonge schildpadden, juveniele en sub-adults, zoals we dat noemen. Dus jongvolwassenen. Eenmaal als ze volwassen zijn, dan trekken ze weg. Nou weten we door ons onderzoek dat in de baai ongeveer 300 à 350 schildpadden op elk moment van de dag gespot kunnen worden. Maar we weten ook dat de baai open staat. Dat is een kanaal, dus die schildpadden die reizen tussen de baai en het rif daarbuiten. Dus bijvoorbeeld duikers die bij Turtle City gaan duiken, die weten dat je daar heel veel schildpadden tegenkomt. Dus die schildpadden die blijven niet alleen in de baai, ze gaan ook weer naar buiten toe. Welke type schildpadden hebben we hierin? We hebben hier alleen de groene zeeschildpadden. Tenminste, ik zeg alleen, over het algemeen hebben we de groene zeeschildpadden. Heel af en toe, zo 1 keer in de 2 jaar, vangen we ook wel eens een karetschildpad. En nog minder vaak vangen we ook wel eens een onechte karet, of dat de loggerhead. Dus voornamelijk die groene zeeschildpad die hier leeft vanwege het mooie zeegras. En hoe ging het met deze onderzoek? Hebben jullie toch veel resultaat kunnen krijgen? Ja, zeker. Dus we doen dit elk jaar 6 weken. Dit is de 3e week van dit jaar en vandaag is de 3e dag. We hebben op maandag en dinsdag ook al zeeschildpadden gevangen. En wat we dan doen is kijken of die schildpadden nieuw zijn of dat we ze al eerder een keer gevangen hebben. Dus als die schildpad al een keer eerder door ons gevangen is, dan krijgt hij ofwel een inwendige tag of als hij wat groter is een metalen tag met een nummertje. En dan kunnen we precies in ons systeem zien wanneer we die schildpad voor het laatst gevangen hebben en hoeveel centimeter die schildpad gegroeid is. En dat is van belang, want bij een schildpad is niet zozeer de leeftijd van belang voor het voortplanten, maar meer het formaat. Dus als een schildpad groot genoeg is, kan die zich gaan voortplanten. En hoe ging het tot nu toe? Wat zegt het onderzoek? Nou, we hebben hier een hele mooie populatie schildpadden. Die is redelijk stabiel, stijgt enigszins, maar we hebben wel een aantal zorgen ook voor Lac Bay. Het is een gebied waar heel veel watergebruikers zijn. Daarnaast is het zeegras. Je hebt 2 soorten zeegras die belangrijk zijn op dit moment voor zeeschildpadden. De belangrijkste, er zijn er meer. Maar je hebt de schildpaddengras, dus de schildpaddengras waarbij ze lekker eten en veel groeien en heeft goede voedingswaarde. En je hebt de invasieve soort zeegras en die neemt langzaamaan de oorspronkelijke zeegras over. Dus, en die zeegras, Halophila heet die, die heeft minder voedingswaarde en de schildpadden lijken die ook misschien wel minder lekker te vinden. Dus uiteindelijk wordt de capaciteit van de baai misschien wel beperkt door de voedingsbeschikbaarheid.